Economische samenwerking is een cruciale factor binnen de Europese Unie. De gebundelde financiële krachten van haar lidstaten maken de Unie tot een krachtige speler op het wereldtoneel. Maar deze vorm van integratie vereist ook nauwe samenwerking op het gebied van economisch beleid. En eensgezindheid die er niet altijd is. Dit inzicht behandelt de voor- en nadelen van de Europese interne markt en bespreekt hierin de Brexit als casus. Om te beginnen ben ik terug bij Bernard Bot, voormalig permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie. Hij vertelt mij meer over de historische achtergrond van de Europese interne markt. Om te beginnen zou ik u eigenlijk willen vragen om een kleine geschiedenisles. De Europese interne markt is natuurlijk ontstaan vanuit de Tweede Wereldoorlog als een reactie daarop. Maar welke historische principes liggen daaraan nou ten grondslag? De idee was om eigenlijk op drie terreinen die samenwerking te intensiveren. Op de eerste plaats politiek. Dus men zei, als landen samen gaan werken, dan betekent dat dat we oorlog kunnen vermijden in de toekomst. Dus het was als het ware een nieuw vredesinitiatief op de eerste plaats. Maar nogmaals, economisch stond het er slecht voor. Dus het was tegelijkertijd de idee van hoe kunnen we nou door samen te werken ook de Europese economie een nieuwe impuls geven. En op de derde plaats groeide het besef natuurlijk dat Europa geconfronteerd werd met nieuwe grootmachten, China, Rusland, de Verenigde Staten. En dat het niet zo gek zou zijn als ook Europa, als het ware nauwer, zou gaan samenwerken. En dat is dus het eerste begin in 1951, dat we dus die EGKS oprichten. En als het ware om een impuls te geven aan die samenwerking, maar op de eerste plaats dus om vrede te garanderen. In deze relatief korte periode is er ook alweer een lidstaat die vertrekt. Wat verwacht u dat de gevolgen van zo'n Brexit nu gaan zijn? Met de ervaring die ik had, dacht ik, nou, na het Verenigd Koninkrijk zullen er misschien ook nog andere lidstaten zijn die zeggen, we gaan die weg. Maar het tegendeel is dus waar. Je ziet dus dat het geleid heeft tot een grotere cohesie, samenhang, het besef dat de Europese Unie ongelooflijk veel goeds niet alleen bereikt heeft, maar ook nog steeds heel erg belangrijk is vanwege die interne markt. Maar er zitten ook natuurlijk een groot aantal nadelen aan. En dat betreft op de eerste plaats dat natuurlijk er oorsprongscertificaten moeten zijn. Want je wil graag weten, als een product uit het Verenigd Koninkrijk komt en hier onze markt binnenkomt, dat dat onder dezelfde voorwaarden is om oneerlijke concurrentie te voorkomen. En dat geldt natuurlijk idem dito voor het feit dat je wil dat die producten schoon zijn. Dus de sanitaire en de fytosanitaire maatregelen die wij hier kennen, die zijn ook van toepassing daar, maar die moeten wel gecontroleerd worden. Wat je dus zult zien in de nabije toekomst is dat je vooral op het punt van de afwikkeling van douaneformulieren, dat je daar problemen gaat zien optreden. En dat betekent dus dat die handelsstroom daardoor bemoeilijkt wordt en duurder gaat worden. Maar kijk, de Europese Unie is ongelooflijk inventief. En dat is denk ik ook het positieve effect van de Europese Unie. Dat welke moeilijkheid zich ook voordoet, slagen we er altijd in om dat met z'n allen te overwinnen. En dat is een grote pluim op de hoed van de Europese Unie. Want 27 landen met zulke verschillende achtergronden iedere keer weer op één lijn krijgen, dat is fantastisch. De Brexit was een unieke casus voor de Europese Unie. Welke factoren een rol speelden in het Europees Parlement rondom de Brexit, vertelt Sophie in het Veld. Zij is lid van het Europees Parlement namens D66. Kan je ons meenemen wat de rol was van het Europees Parlement bij de Brexit? Het Europees Parlement moet uiteindelijk het nieuwe handels- en samenwerkingsakkoord met de Britten goedkeuren. En dat is een goedkeuring waarbij we alleen maar ja of nee kunnen zeggen. Alleen het feit dat onze stem nodig is, dat heeft ons wel al helemaal aan het begin van het traject invloed gegeven op de onderhandelingen. Want wij hebben van tevoren gezegd, als jullie straks een ja willen hebben van het Europees Parlement, dan zijn dat onze voorwaarden. Nou, daar hebben we op hele grote delen hebben we daar gekregen waar we om gevraagd hadden. Niet alles, maar wel veel. Maar het Europees Parlement heeft nog niet gestemd. Waarom niet? Omdat dat handels- en samenwerkingsakkoord dat is pas gesloten op 24 december vorig jaar. Dus we hebben gezegd, oké, dat stellen we een beetje uit. En in die tussentijd is het provisorisch van kracht. We gaan nu waarschijnlijk eind april stemmen.
Ja, en we zullen dan wel wat garanties vragen op de uitvoering van de afspraak. Dus er zijn er echt nog wel een heleboel gaten om te dichten. Dus we zullen zien, kijk, het is natuurlijk heel lastig voor het Europees Parlement om nee te zeggen tegen dat akkoord. Aan de andere kant denk ik dat er toch wel een heleboel substantiële zorgen nog zijn die echt wel weggenomen moeten worden voordat wij gaan stemmen. Wat nu de belangrijke stappen zijn en de uitdagingen voor de interne markt en welke rol de permanente vertegenwoordiging daarin heeft, vertelt Maarten Smit mij. Hij is afdelingshoofd Economische Zaken bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie. Dank dat we elkaar hier kunnen spreken. Deze aflevering gaat over de interne stabiele markt. Vroeg me af, kan je wat meer vertellen over het werk van de Permanente Vertegenwoordiging als het daarom gaat? Het is de basis van onze economie. Er wordt ook veel gezegd en ook veel gewisseld in de Tweede Kamer. En dat geeft precies aan hoe breed het werk ook is aan de interne stabiele markt. Niet omdat die per definitie stabiel is, maar juist omdat het stabiel moet blijven. Zodat niet alleen het bedrijfsleven, maar ook iedereen die werkt in Nederland zijn boterham kan verdienen. Maar het is ook de basis van onze concurrentiekracht voor buiten de EU. En dat geeft meteen aan dat het werk wat wij doen vanuit mijn team, dat wij kijken naar wat we allemaal hebben besloten. Vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van diensten, vrij verkeer van personen. Wat allemaal samenhangt met die stabiele interne markt. Dat we wat we hebben afgesproken in Europa, dat ook iedereen dat netjes nakomt. Dat is eigenlijk een agenda die we, nadat we heel lang hebben gebouwd aan die interne markt. Dat is een agenda die we gestart zijn ergens in medio 2018. Om ervoor te zorgen dat niet alleen alle lidstaten, maar ook de commissie die strenge naleving daar goed op toeziet. Wij voeren dus met onze experts de gesprekken met de commissie. Sluiten ook heel bewust het Europees Parlement aan om te kijken van goh, zien jullie dat probleem ook? Misschien kunnen jullie ons meehelpen om ook met de commissie in gesprek te gaan. Of ook bij jullie collega's uit andere lidstaten te kijken of dat probleem ook leeft. En zo creëer je dus eigenlijk een beetje massa om ervoor te zorgen dat op Europees niveau, besluit van de commissie eerst, besluit van de lidstaten daarna, samen met het Europees Parlement, we alles in beweging houden om ervoor te zorgen dat die interne markt niet alleen functioneert, maar daardoor dus ook stabiel blijft. En een casus die we onlangs hebben gezien is dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk wel heel veel hobbels op de weg zag. Hoe vergelijk je het werk van de PV in die casus van de Brexit? En ja, het probleem of de uitdaging van Brexit was, is dat we moesten bekijken hoe iemand die helemaal vervlochten in alles wat wij economisch, juridisch, ook deels sociaal met elkaar hebben afgesproken. Hoe haal je dat nou weer uit elkaar? Zet je die apart, maar blijf je toch een beetje samenwerken zonder dat ze echt in de Europese Unie zitten. En al heel snel had alleen niet de Europese Commissie daar een aparte taskforce voor opgetuigd. Maar hebben we denk ik hier in Den Haag ook die taskforce eigenlijk één op één gekopieerd. Om ervoor te zorgen dat die volle breedte van wat die hele discussie van Brexit behelst, goed voorbereid kan worden. Maar juist weer heel centraal vormgegeven in Brussel. Dus eigenlijk in relatief korte tijd hele korte lijntjes gecreëerd. Als je jullie werk dan los ziet van de Brexit-casus, hoe is dat dan normaal gesproken? Uiteindelijk kunnen wij alleen ons werk doen als er eerst een positie is van het kabinet. Die is gedeeld en besproken met de Tweede Kamer. Op basis daarvan worden via verschillende circuits instructies vastgesteld. En op basis van die instructies mogen wij ons werk doen. Dus even te vertalen naar het directe werk. Als ik bijvoorbeeld volgende week weer raadswerkgroep Industrie heb, dan krijg ik meestal 1 of 2 dagen van tevoren op basis van de agenda en interdepartementaal afgestemd net de instructie van wat ik daar wel of niet zou moeten zeggen. En uiteraard adviseren wij daar ook over. Van als wat wij begrepen hebben hoe de commissie bepaalde discussie wil aanvliegen, wat voor problemen wij daar inhoudelijk en strategisch zien. Maar ook adviseren we met name ook op basis van het krachtenveld. Hoe zitten andere lidstaten erin? Hoe zien die dat? Maar als we dit zeggen op deze manier, jagen we andere lidstaten tegen het harnas. Om te weten hoe de interne markt precies werkt en waarom een stabiele markt zo belangrijk is, ga ik op bezoek bij Maarten Verwij. Hij is directeur-generaal Economische en Financiële Zaken bij de Europese Commissie. We zijn het in Europa natuurlijk heel erg gewend om eigenlijk een toch redelijk stabiele interne markt te hebben. We zijn het heel gewend dat als producten de grens overgaan, dat er gewoon vaste regels zijn.
Maar wat ligt er nou ten grondslag aan die interne markt, aan die stabiele markt? Voor de introductie van de euro, als je teruggaat naar die tijd, dus tot in, naar de jaren 90 en ook jaren 80, wat daar eigenlijk ontbrak was een stabiele wisselkoers. De markten die werden meer en meer opengegooid, maar die wisselkoersen die konden eigenlijk nog alle kanten op. En we hebben toen in die tijd heel veel vaak valutacrisis gehad, wat verstorend werkt. Het werkt verstorend in de economie, maar het werkt eigenlijk ook verstorend voor het draagvlak voor die interne markt. Omdat er altijd de beschuldiging was naar landen die dan hun munten lieten devalueren. Ja, je maakt het makkelijker voor jouw bedrijf om te concurreren met ons bedrijf. Dat ondermijnt eigenlijk het draagvlak voor die handel. Als je één munt hebt, dan gaat ook je financiële sector die gaat ook naar elkaar toe groeien. Maar het kan ook een bron van instabiliteit zijn. En dat zagen we eigenlijk in de financiële crisis. European Stability Mechanism is toen gecreëerd. Heel erg vanuit dezelfde logica is toen ook een begin gemaakt met het creëren van de zogenaamde bankenunie. Om eigenlijk een gezamenlijk toezicht op die banken te organiseren. Al die stukken samen die zorgen voor financiële stabiliteit, maar ook de noodzakelijke stabiliteit en draagvlak voor die interne markt van goederen en diensten die ontzettend belangrijk is voor de Europese economie. Dan heb je zo'n stabiele markt, maar dan alsnog is er een Verenigd Koninkrijk die zegt, we willen er toch uitstappen. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen, zo'n Brexit? Als je jarenlang niet alleen maar de negatieve kanten of de dingen die niet zo goed gaan in Europa heel erg uitvergroot en niet voldoende voor het voetlicht brengt wat voor een positieve bijdrage Europa eigenlijk levert. De city in Londen is pas echt gaan groeien en zo groot geworden toen het Verenigd Koninkrijk lid werd van de Europese Unie. Want het werd eigenlijk het financiële centrum dat het platte of het vasteland bediende. Als er dingen wel goed gaan, dan moet dat ook gezegd worden. Dus dat mensen een realistisch beeld hebben van wat het belang van Europa eigenlijk is. En de Europese Commissie heeft natuurlijk ook een hele centrale rol gespeeld bij dan vervolgens ervoor zorgen dat de Brexit toch een in zekere zin een meer zachte landing krijgt voor de hele Unie. Wat is die rol van de Commissie daarin? De belangrijkste rol was dat de commissie in de persoon van Michel Barnier namens de EU de onderhandelingen voerde met het Verenigd Koninkrijk. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is geweest voor het proces, omdat daarmee de EU sprak met één stem. Het ontvlechten van die samenwerking, hè, dat er zijn honderden, duizenden wetten eigenlijk die eigenlijk ontvlochten moeten worden, dat vraagt ook een heleboel technische expertise en de enige plek waar dat soort kennis bestaat van al die Europese regels en wat dat betekent en hoe ze samenhangen, dat is wel echt in de commissie en dus ook de technische facilitatie van dat hele proces, dat heeft ook plaatsgevonden in de commissie. Is er nog een wijze les die we er zelf ook uit kunnen halen? We zitten met z'n allen in de Europese Unie omdat we daar willen zijn. Omdat we daar belang bij hebben met z'n allen. En dat is denk ik heel belangrijk. En het is belangrijk dat we ons dat blijven realiseren. Het belang en de werking van een stabiele interne markt is een van de bouwstenen van een sterke Unie. Een grote uitdaging waar we nu voor staan is de digitalisering van Europa. Hoe stimuleer je innovatie, maar behoud je de veiligheid? In het volgende inzicht gaan we in op digitalisering binnen de Unie en specifiek op de casus rondom artificial intelligence.